Corsa van. Dus afgeleid van de nieuwe generatie, de vijfde van de Corsa, is dit de bedrijfsvoertuigversie. Dus zonder achterbank, met een laadvermogen. Dus couriers, voor mensen die het zo'n klein voertuig kunnen gebruiken, maar die dan wel een degelijk laadvolume nodig hebben in een kleine stadswagen. Want iets verderop staat de echte, zal ik maar zeggen, Corsa. Dat is een auto die jullie in 2015 voluit gaan uitspelen, neem ik aan. Die komt nu pas eind verleden jaar voorgesteld in het salon aan het publiek. Dus dit jaar echt starten bij de dealers, dus Corsa. Nieuwe generatie, volledig nieuwe auto met nieuwe motoren. Ook onder andere een 1 liter 3 cilinder turbo, 90 of 115 pk. Dus Corsa is voor Opel natuurlijk heel belangrijk. Gewoonlijk is het ongeveer 25% van de verkoop van Opel is Corsa. En met dit model verwachten we zelfs 30% van het algemeen verkoop zal Corsa zijn. Het begint een grote auto te worden, hè? Hij is niet groter geworden dan de vorige generatie, 2 mm. Dus hij blijft aan 4 meter. Dus gegroeid is hij niet. Hij lijkt iets groter, maar dat komt door het design. Maar hij is niet groter. Heeft u al een idee van de prijs van die Corsa? De auto start aan 13.300 voor 3 deurs met 1200 motor. En de diesels? En de diesels? Die beginnen aan 15.150, ook voor een 3-deurs versie, met de 1300 CDT dan, van 75 pk. Hoe belangrijk is die markt nu voor Opel, die bedrijfswagenmarkt, de fans? Heel belangrijk, ook omdat wij nieuwe producten onlangs, verleden jaar, hebben eigenlijk op de markt gebracht met de nieuwe Vivaro, die eigenlijk echt onze core model is bij de bedrijfsvoertuigen. Maar we hebben ook de Movano, zoals je weet, de combo. En nu dan de Corsa van. Het is heel belangrijk. En er is ook voor Opel, denk ik, kunnen we nog beter doen dan we eigenlijk nu doen. Want we staan misschien niet op de plaats waar we zouden moeten staan met ons gamma. Dus er is room for improvement. Meneer Willems, Fiat Doblo wereldpremière. Waarom een wereldpremière in Brussel? Fiat Doblo is een familievoertuig, is een vrije tijdsvoertuig. We zijn hier in Brussel op het Salon der Vrije Tijdsvoertuigen. Dus het was de ideale mogelijkheid om die wagen voor te stellen. Doblo is ook voor jullie een bedrijfsauto, een van. Hoe belangrijk is die markt voor jullie? In België, de markt van de compacte bedrijfsvoertuigen is een belangrijke markt. Door het eenvoudige feit dat heel veel bedrijven nood hebben aan een kleine, compacte bestelwagen. Een bestelwagen die vinnig is in de stad, maar ook heel gebruiksvriendelijk is op de autosnelweg. En bon, heel veel, zelfs grote bedrijven, ondernemingen, Belgische ondernemingen, hebben nood aan zulke voertuigen. Een van onze klanten die voor de Doblo gevallen is, zeg maar, de voorbije weken, is Bpost. Dus bon, is heel belangrijk voor ons. Hoe belangrijk zijn dan de particulieren in dat verhaal? Particulieren zijn belangrijk ook omdat je hebt heel veel jonge families of families die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijk, gemakkelijk voertuig die qua kosten ook meevallen, zeg maar. Qua kosten die heel budgetvriendelijk zijn. En dit is echt het ideale voorbeeld van zo'n voertuig. Het is geen SUV, het is ook geen bedrijfsvoertuig, maar het is een zeer vriendelijk en gebruiksvriendelijke familievoertuig. Als we over SUV praten, dan hebben we het over de 500X. Die is er al een tijdje. Hoe doet hij het eigenlijk?
De 500X is een Belgische première hier op het salon. Dus dat betekent dat de auto in feite hier wordt voorgesteld. We rekenen op een heel groot succes van het voertuig, want de mythische 500 is onmiddellijk afgestraald op dat model. Het is echt de lijn, het is echt de look van een 500, maar ruimer, groter en in SUV-package. En die auto, we verwachten er echt heel veel van. Wat mogen we in 2015 van Fiat nog verwachten? We hebben net de Fiat 500X gelanceerd, dus wij wensen die wagen een schitterend commercieel succes toe. Daarnaast zullen we later dit jaar een opfrisbeurt hebben van de Fiat 500. Die is nu toch al sinds 2007 op de markt. Het is een gigantisch succes, maar het is tijd dat die auto een klein beetje aangepast wordt. Nu, die wagen zal niet veranderen van look, want die look die is tijdloos, maar we zullen die auto toch op een bepaalde manier een nieuw, fris imago meegeven.